FC Den Bosch op bezoek. Een directe concurrent voor Veendam in de strijd om de nacompetitie. En met Veendam gaat het niet bepaald goed na de winterstop. Veendam stond bekend om zijn solide verdediging. Maar in de 5 wedstrijden na de winterstop scoorden de tegenstanders 11 maal. Er werd maar 1 keer gewonnen. Veendam is uit vorm. Trainer Jan Schultink zoekt naar oorzaken. Ik denk dat een van de redenen is dat met name na de winterstop toch heel erg het idee begon te leven dat een nacompetitie haalbaar is. En dan krijg je denk ik toch misschien wel een bepaalde gemakzucht. Ik zeg niet dat die jongens er niet goed mee bezig zijn. Maar het idee van dat je er ook alles voor moet doen, dat is misschien net even wat minder nadrukkelijk aanwezig. Kijk, misschien niet het omgekeerde, dat juist omdat nu echt die druk gaat tellen, dat misschien jouw groep dat gewoon niet aan kan? Nou, ik weet niet of het een kwestie van druk is. Misschien is het toch wel een bepaalde gemakzucht. Want ik betrap de jongens er een heel klein beetje op. Dat ze veel makkelijker doelpunten tegen krijgen als voor de winterstop. En dat kan best een keer in een wedstrijd het geval zijn. Maar als je nagaat dat je toch over het algemeen met dezelfde basis steeds speelt, dan vind ik dat die gretigheid en die scherpte, die moet er blijven. En we hebben te veel doelpunten na de winterstop, hebben we te veel doelpunten tegengekregen. En dat vind ik op zich eigenlijk wel het meest opvallende aan Veendam na de winterstop. Rechtshalf Rick Slor deed bij FC Groningen 2 jaar eredivisieervaring op. Hij is met zijn 24 jaar een van de routiniers van het jonge Veendam. Ook hij heeft geen echte verklaring voor de terugval. Ja, moet je zien, we gaan altijd wel een keer mis natuurlijk. En kwam nou uitermate ongelegen. Dus maar we moeten gewoon niet te veel over nadenken. We moeten gewoon morgen weer staan tegen Den Bosch, simpel zet. Ik heb voor mezelf nu zodanig beleid bepaald dat de echte knokkers, dat die voor de komende periode overeind zullen blijven in dit Veendam. Is Rick Slor zo'n knokker? Ja, Rick Slor is zeker zo'n knokker. En dat is een jongen, je noemt een van de jongens die dan tot de routiniers gerekend mag worden. En dit is een van de jongens die met in woord en gebaar de groep op scherp zal zetten. Daar ben ik van overtuigd. Dat zou moeten, ja. Daar sta ik daar eigenlijk ook voor. Moet je zien, ik denk dat ik de meeste wedstrijden gespeeld heb van alle jongens die hier bij Veendam spelen. Dus ik moest er toch wel een beetje op sleeptouw kunnen nemen. Morgen tegen de Bos moet het gebeuren. Moet gewoon de beuk erin. Gewoon agressief op de bal spelen. Veel vooruit voetballen en aanvallend. Je moet zien te scoren, anders win je nooit. Dus gewoon zoals we gewend zijn. Voetballen en vooruit. Ik denk dat het ook voor de komende wedstrijden, ook de jongens heel nadrukkelijk duidelijk gemaakt moet worden, dat voetbal niet alleen een tactisch iets is of een technisch iets of iets wat leuk is voor de toeschouwers, maar dat voetbal ook iets is waarbij echt de strijd geleverd moet worden. En dat moet vanaf nu. Voetbal in Noordsport. Dus in Groningen heeft de 1-0 winst afgelopen zondag tegen PSV geen goed vervolg kunnen geven. Gisteravond gingen de stadjes in Volendam ten onder met 2-1. Maar voor de Groningse neutrale voetballiefhebber, als die bestaat, was de wedstrijd Veendam-Den Bosch misschien nog wel interessanter. Immers, het ging hier om het duel tussen de nummers 4 en 5 van de eerste divisie, die allebei nog aanspraak maken op de nacompetitie. Bij winst van Veendam zouden beide ploegen stuivertje wisselen op de ranglijst. Toch weer ruim 3000 mensen gisteravond aan de Lange Leegte. Alleen, zij zagen weinig mooie voetbalmomenten. De 23e minuut, met buitenom Prinsen en Oosting, die Van de Meulen in het centrum vrij stiet staan. Maar hij is te klein. Het eerste gevaarlijke moment voor doelman Jan van Grinsven. Een paar minuutjes voor rust. De vrije trap van Alberts en Roembiak met de grootste kans in deze eerste helft. Weinig hartverwarmend voetbal, dus koukleumen voor de supporters. Maar dan, een half uur in de tweede helft. Het belangrijkste moment nadat er toch wel wat werd geklooid. Met Van der Meulen op Drent, die inviel voor Loembiak. En Paul Jansen legt Drent neer, krijgt van scheidsrechter Van Beek ook het geel. Maar is het nou binnen of buiten het Sasselgebied? Ja, er binnen, dus de bal gaat op de stip. Scheidsrechter Van Beek is onverbiddelijk. Ja, en ook de technische stafinspanning natuurlijk. Een belangrijk moment voor aanvoerder Gerard Wiekens. Maar hij kent geen zenuwen en brengt zijn club op voorsprong. Heel belangrijk moment, misschien wel het belangrijkste moment uit de wedstrijd, vindt ook aanvoerder Gerard Wiekens. Ja, dat was de keerpunt eigenlijk in de wedstrijd. Ik denk anders dat het 0-0 gebleven zou zijn. En nou win je 2-0. Dus het was wel de ommekeer, zeg maar. Ja, die schafschop, ik ging wel door midden.
Ja, maar dat wist ik al van tevoren. Ik dacht, ik neem hem gewoon door het midden en de keeper die pakt altijd een hoek. En dat deed hij nou ook, ja. Opmerkelijk trouwens, afgelopen zaterdag nam de scheidsrechter een beslissing in jullie nadeel, waardoor je dan met 0-3 klop krijgt. Nu beslist hij eigenlijk in het voordeel voor jullie, hè? Wat vind je ervan? Ja, in ons voordeel, kijk, het is gewoon een overtreding, dus hij moest wel fluiten. Als je een goede scheidsrechter hebt, die fluit. En als je vorige week zaterdag een goede scheidsrechter had, die had gewoon geel getrokken of gewoon een vrije trap toegekend. Nou, je zei het zelf al, een belangrijk moment in de wedstrijd, want daarvoor was het wel hangen en wurgen. Het gaat op dit moment niet zo heel erg prettig. Het heeft ook een kwestie, het is ook te maken met zelfvertrouwen, lijkt mij. Ja, ik denk dat sommige jongens niet echt lekker in hun vel zitten. Ze moeten eerst nog voor zichzelf goed voetballen en dan komt het wel weer. Maar tegen Helmersport en zo hebben we goed gespeeld. Dat vond ik iedereen wel goed, ja. En tegen hier thuis, de laatste twee wedstrijden was slecht tegen Top en Heracles. Dus het moest nou gewonnen worden. En het resultaat was gewoon belangrijker dan hoe je speelde. Dus dat is goed afgelopen. Het werd uiteindelijk 2-0 voor Veendam. En we hadden u ook graag het doelpunt van Drent, invaller, in de 90e minuut laten zien. Maar de techniek liet ons een klein beetje in de steek.